Allemaal, welkom weer in een nieuwe video. Vandaag voor jullie weer een shoplog. Deze komt weer in de ziekenhuislijn, dus weer is een extra video. Ik ben naar de Zeeman en naar de Hema geweest voor wat zomerkleding, zomerschoentjes, dat soort dingen. De meeste dingen had ik nodig. Sommige dingen heb ik gewoon, omdat het een opruiming was, dacht ik leuk, neem ik mee. Ik heb het nog niet gepast, dus het kan zomaar zijn dat ik dingen weg ga brengen weer. Maar dat hangt een beetje vanaf hoe het zit, hoe het staat. Maar goed, ik zou jullie geen aanbeeld laten zien, want dat zou ik jullie besparen. Maar goed, dan weten jullie dat. Laten we maar beginnen met het eerste topje. Deze heb ik bij de Zeeman gekocht. Het is gewoon een simpel zomertopje, maar ik vond het stofje wel echt leuk. En dit kan in principe ook nog wel naar voor de klas. Als je er iets over, nou ja, niet per se iets overheen, maar ik weet niet hoe groot die valt bij de boobies. Maar dit zou ik in principe nog wel naar mijn, ja, ik heb nu nog geen werk, maar naar mijn toekomstige werk aan kunnen trekken. Ik heb in maat 42 en ik heb er 5,99 voor betaald. Dus ideaal, het is wel echt een mooie kleur geel. Ik draag ook, laatst het best wel veel, nou niet veel, maar ik heb wel wat gele items, zoals dit strikje bijvoorbeeld. En nou ja, wat. Ik hou wel van geel. Dan heb ik bij de Hema deze schoentjes gekocht en ze waren 3 euro. Ik ben even wel niet wat die normaal kostte, maar dat staat er niet op. Jammer. Ik heb deze dus ook nog niet gepast. Ja, ik moet nog even zien. Ik draag dit eigenlijk niet, normaal gesproken niet. Maar goed, ik ben desperate, want ik heb gewoon zomerschoenen nodig. Ik heb ze in maat 39 en 40, dus prima. Ja, geen geld. Gewoon prima. Dan gaan we over naar nog een paar slippers van de Hema. Dit zijn gewoon basis slippers. Ik had eigenlijk gewoon, ze hadden nog eentje met een heel leuk printje. Maar goed, die had niet meer in mijn maat. Dus, maar goed, die heb ik ook 3 euro voor betaald. Oh, deze waren oorspronkelijk 4,50. Dus dat is 1,50 korting, maar het is toch 1,50. Gewoon heel simpel. Dus ideaal. Ik denk dat ik deze misschien wel ga bewaren voor... Ik zeg maar, wij gaan binnenkort naar Drenthe en dan neem ik al de slippers voor onder de douche. Dus misschien dat ik dat daarvoor ga gebruiken, weet ik niet. En anders moet ik nog even weer een nieuw paar slippers zien te scoren ergens, maar dat zie ik dan wel. Dan gaan we over naar iets pikanters. Tenminste, nou ja, ik denk dat het daarvoor bedoeld is. Ik zou het ook gewoon als top dragen, denk ik, I guess. Maar, wat is dit ding? Dat is een body. Maar ik denk dat je hem ook wel zou kunnen dragen als, tenminste, ja, ik zou dat ook wel dragen als, zoals Victoria het wel eens doet, gewoon als shirt, zeg maar. En dan natuurlijk wel met een broek onder. Maar tenminste, dat, ja, deze heb ik een maat XL 3 euro voor betaald. Hij was oorspronkelijk 5,99, denk ik, dus... Prima. Ik weet niet of dat het mooi staat. En anders doe ik het lekker terug. Volgende item. Oh ja, dat is hetzelfde topje die ik ook in het geel heb. Maar ik dacht, ik moet hem ook in het zwart hebben. Ik zat nog heel vertrouwd dat ik hem ook in het wit ging nemen. Maar toch maar niet gedaan. Dit is hem. Ja, exact hetzelfde topje. Alleen dan in een andere kleur. Ik moet gewoon ook zwart hebben. Dat, als je me kent, dan weet je dat. Ook maar 42, dus ook 5,99. Top. Dan heb ik weer iets van de Hema. Dat was niet per se nodig, maar ik kon het niet laten, want het zag er cute uit. Twee schriften, 2,25 voor betaald, mijn bloemetjes en deze. Super leuk. Dus kan ik weer schrijven. Maar ik hoop niet dat het nu vierkantjes zijn. 2 keer 4, 10 mm, dan ga ik echt janken. Ach ja, weet je, ik schrijf ook gewoon de vierkantjes hoor, jammer dan. Ach ja, het zei zo. Dan heb ik nog iets uit de sale van de Zeeman. Dit is ook voor naar werk. Ik weet niet of het leuk staat. Ik vond het apart.
Dat is waarom ik hem eigenlijk heb genomen, omdat ik het wel apart vond. En dat past heel erg in mijn kledingkast, vind ik zelf. Goed, ik weet ook niet of die lang genoeg is om dit, ja, zo te zien wel. Want je hebt gewoon een standaard maat, of standaard lengte die je moet dragen als je voor de klas staat. En ik zie dat hij, als ik hem ervoor hou, dat hij hem wel behaalt. Deze heb ik maat 40, 6 euro voor betaald. Hij was eerst 11,99, dus prima. En dan heb ik nog wat pikants. Nou ja, ik vind het zelf niet zo heel erg pikant, maar het is gewoon letterlijk, het zijn letterlijk strings, maar ach ja, boeien. Wat apart dat dit dan weer anders zit, zeg maar. Goed, 2 euro voor betaald. Oorspronkelijk 3,99, prima. Maat L heb ik. Nee, maat M. Dus ik hoop dat mijn kont er niet te dik voor is. Maar dat zien we dan alweer. Anders geef ik het weer terug. I guess. Dan heb ik nog iets pikants. Als jullie mijn vorige shoplogs hebben gezien, dan weet je dat ik deze ook in een andere opdruk heb. Maar ik vond deze heel cute. Had ik niet per se nodig. Maar ik draag het gewoon als pyjama, zeg maar. Ik kan het ook gewoon als sexy ding dragen, maar deze heb ik maat XL 2,50 voor betaald. Was oorspronkelijk 4,99, dus prima. Die andere die ik had, die kwam volgens mij ook uit de sale. Dan heb ik ook nog een bikini gekocht, dat had ik ook niet per se nodig. Nou ja, eigenlijk wel, maar ook weer niet of zo. Want als we op vakantie gaan, dan gaan we natuurlijk ook zwemmen. Dus dit topje, het ziet er heel groot uit, maar goed. Ik heb ook wel wat, heel eerlijk. Deze heb ik maat 42, 6,99. En een broekje komt dus nu de laatste tijd los. Je had ook wel eens, dat de Zeeman een setje, zeg maar, dat je er gewoon van 12, nou, 12 euro, dat is niet waar, ongeveer 10, een tientje voor moest wegleggen voor een heel setje. Maar dat doen ze niet meer, snap ik ook wel. Maar goed, dit is een broekje. Deze heb ik maat 40. 3,99. Dus dat is ook prima. En dan hebben we nog iets pikants en nog iets anders. En dan zijn we alweer klaar. Ja, twee items. Laten we maar beginnen met het laatste pikante item. Nou, ik vind het ook niet heel erg pikant of zo. Goed, blijkt dit hing tussen lingerie. We zitten voorkant. Ja, dit is het ding. Het ziet er echt uit als een helemaal ander broek, maar dan pikant. Ja, nou, prima. Had niet per se nodig, maar ik vond het er tof uitzien. Dus deze heb ik een maat L. 1,50 voor betaald. Prima. En dan heb ik ook, of course, want als ik schrift koop, koop ik ook eigenlijk altijd pennen. En deze keer heb ik dit setje gekocht. 1 euro voor betaald. Zitten 4 pennen in. Er staat quotes op. Zoiets van: today is a good day, denk ik. En dan good vibes en positive. Nog iets, maar 4 quotes zijn er dus op. Dus prima. Ik ben begin namelijk een beetje door mijn pennen heen te raken. Dus vandaar dat ik weer een nieuw setje heb gekocht. Want de pennen die ik had, die liggen nog steeds bij mijn oma. En vanwege de verbouwing. En daar had ik alles in de doos gestopt wat ik nu tijdens niet ging gebruiken. En dan is het weer een goed excuus om nieuwe te kopen. Dus dit was de shoplog alweer. Ik hoop dat je deze shoplog leuk vond. Als je deze shoplog leuk vond, doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Mis je niks, doe dan ook een belletje aan. Laat een leuke reactie achter in de comments. Vind ik leuk om te lezen. En volg me op alle social media. Staat in de beschrijving. En tot de volgende. Doei doei.